Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een IKEA shoplog voor je. Ik ben laatst naar de IKEA geweest, want ik had weer wat dingen die ik graag wilde hebben. En ik vind IKEA ook altijd wel een soort van uitje. Ik vind het leuk om daar altijd te kijken en rond te lopen. En ik heb daar weer een aantal dingen gekocht. En ik ga je in deze video laten zien wat ik heb gekocht bij de IKEA. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn aankoopjes die ik daar heb gedaan, zou ik zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd in beeld neerzetten. En dan begin ik met een item waar ik al heel erg lang op zat te wachten. En dat is deze bordenset. Als je mij al langer volgt, dan weet je dat eigenlijk alles bij mij in mijn kast aan borden en kommetjes roze is. Want alles komt bij de IKEA vandaan. En ik heb toen alles in het roze gekocht. En toen zag ik dus dat ze ook deze borden hadden. Ik zag ze op de website. Maar helaas, ze hadden ze niet in het IKEA-filiaal waar ik altijd kom. En toen heb ik me op een gegeven moment ingeschreven, zeg maar, op de, dat ik een mailtje zou krijgen zodra het product op voorraad was. Nou, dat heb ik een paar keer gedaan, want dan krijg je na zoveel tijd van het product is nog steeds niet op voorraad. Hierbij stopt deze mailing, dan kun je opnieuw inschrijven. En toen kreeg ik de mail dat ze ze eindelijk hadden. Ze hadden ze in de winkel alleen bij Utrecht in het begin. En online verkochten ze ze ook niet. Maar dat is dus deze bordenset. Waar ik alleen een klein beetje van baalde is de verpakking. Want het is best wel, ja, het zijn breekbare borden. En ze zijn best wel, ja, niet heel goed verpakt. Nou, ik was dus heel erg bang dat dit kapot zou gaan. Nou moet ik wel zeggen, als je de IKEA Family Pass hebt en je zou dit mee naar huis nemen. En het gaat op weg naar huis kapot. Kun je binnen 2 weken kun je teruggaan. Volgens mij is het 2 weken. En dan krijg je dus een geheel kosteloze nieuwe set. Dat is wel een aanrader. Je kunt de IKEA Family Pass overigens gratis aanvragen. Je krijgt niet meer echt een pasje. Dat was vroeger wel zo. Tegenwoordig is die digitaal. Maar daar kun je ook mee gratis koffie halen in het restaurant. En ze hebben tegenwoordig cappuccino. Dus daarom is die ook heel handig. Maar deze borden, het zijn er dus 4. Ik heb wel van allemaal andere borden 6. Je hebt ze in diverse kleuren. En dit zijn gewoon van die leuke borden. En ik dacht, hier kun je ook gewoon lekker van eten. En het past gewoon helemaal bij mijn set. Dus deze moest zeker bij mijn set. Ook gewoon leuk om bijvoorbeeld ijs op te serveren. Dus ja, dat. Het is jammer dat ze ze niet los verkocht. Anders had ik er nog 2 extra bij gekocht. Dan had ik ook hier 6 van gehad. Maar ik heb er dus 4. En ik ben hier heel blij mee. Want ik was hier dus heel erg lang al naar op zoek. Dus daar ben ik heel blij mee. Dan heb ik een kussen gekocht. En dat is deze. Dat is dit kussen. Ik zal eventjes een plaatje in beeld neerzetten van hoe die er op de website uitziet. Want je ziet het nu niet zo goed. Maar dit is dus een nek- en rugkussen. Als je mijn vlogs volgt, weet je dat ik heel veel last heb van mijn nek en van mijn rug. Ik doe daar tegenwoordig oefeningen voor. Maar ik dacht, misschien moet ik ook eens een ander kussen. Want mijn kussen wordt heel plat. En dit kussen is dus speciaal voor nek- en rugklachten. Als het goed is, ga je hier ook heel recht van liggen. Hij is best wel zacht. Hij heeft een beetje traag schuim. Ik denk wel dat het moet wennen, want het is een hele andere vorm kussen dan wat ik normaal heb. Maar dit lijkt mij zo fijn om, ja, als dit het zou helpen. En ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik vond hem ook vrij betaalbaar, want ik heb op internet zitten kijken. En er waren heel veel van deze kussens, maar die waren best wel duur. Sommige die waren al 80 euro. Denk, ja, dan kan ik het wel online bestellen. Maar ik wil toch even voelen in de winkel hoe zo'n kussen aanvoelt. En hier lag gewoon een voorbeeld van. Dus ik heb deze lekker even gevoeld. Het voelde goed aan. En voor de prijs die ik ervoor betaald heb, dacht ik, ik wil het wel proberen. Bevalt het niet, dan, okay, dan ben je het geld wel kwijt. Maar ben je niet zo heel veel geld kwijt als bij de kussens die ik had gezien. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ja, het is gewoon ideaal. Even kijken, staat er verder nog wat achterop. Hij is van 99% polyester en 1% elasten. En de vulling is vicose elastisch polyester. Dus ja, deze ga ik gewoon lekker proberen. En je zult in de vlog nog wel eens horen hoe dat bevalt. Mocht je daar benieuwd naar zijn. Dan heb ik een fotolijst gekocht. En ik heb deze gekocht voor mijn diamond painting. Ik ben momenteel met een diamond painting bezig. Die is over niet al te lange tijd af. En ik vind het leuk om deze in te lijsten. Dus ik dacht, laat ik een lijst kopen.
Deze is 30 bij 40 en dat is ook de duimpainting die ik aan het maken ben. Dus als het goed is, past die hier gewoon perfect in. Het leek me leuk om die dan gewoon in te lijsten. Ik moet wel zeggen, de fotolijsten bij IKEA, dit is plastic. Het is geen glas, dit. Want je hoort dat gewoon, hè? Het is dus geen glas, maar goed, daar betaal je ook voor. Dus als je echt op zoek bent naar een fotolijst met glas, dan zou ik ze niet aanraden om bij de IKEA te kopen. Maar ik vind dit prima. Want hij is gewoon voor een diamond painting. Dus ik ben er wel heel blij mee om een diamond painting hier in te gaan doen. Hoop ik. Ik hoop dat het allemaal past. Ik heb het bekeken van hoe groot is mijn diamond painting. Wat voor schilderij moet ik ervoor hebben. En dit zou moeten passen. Dus ik ben heel benieuwd. Dan heb ik twee vacuüm zakken gekocht. Ik wilde deze hebben. Want ik heb wat jassen. Die hangen nu in mijn kast. En die wil ik eigenlijk gewoon in zo'n vacuüm zak stoppen. Want het neemt best wel veel ruimte in. En ik weet dat Action ze had, maar elke keer als ik bij de Action kwam, dan waren ze uitverkocht. Toen zag ik dat IKEA ze ook had. Als het goed is, werkte dit dus ook met de stofzuiger, maar dat wordt me nog niet helemaal duidelijk. Want er zitten ook twee van deze dingetjes in, dus ik weet niet zo goed waar dit voor dient. Maar dat ga ik binnenkort toch gelijk doen. Je krijgt twee zakken. En als goed wordt het dan een heel klein pakketje. Dus ik hoop dat er een beschrijving bij zit, zo te zien wel. Anders ga ik gewoon even op Google kijken hoe dit precies werkt. Want ik weet dat je ze normaal gewoon moet vacuüm zuigen met de stofzuiger. Maar die clipjes, daar ben ik dus nog niet helemaal over uit. Maar dit leek me dus ideaal voor mijn jassen. Dus ik hoop dat het past. Maar die hebben ze dus ook gewoon bij de IKEA. En dat is wel top. Dan heb ik twee kussen hoesjes gekocht voor het kussen. Want dit zijn eigenlijk gewoon kussenhoesen. Ik weet niet of er ook gewoon mijn eigen kussenhoes nog overheen past. Die ik gewoon normaal van mijn dekbed overtrek gebruik. Maar in ieder geval een ondersloopje moet er omheen. Dus ik heb er twee meegenomen. Ik dacht, dan kan ik het eerst eens proberen. Omdat ik ook niet weet of dat het allemaal gaat bevallen. Mocht het dan heel goed bevallen, dan kan ik er later altijd nog een paar bij halen. Want ja, voor nu dacht ik twee is goed, maar ik kan ze ook altijd nog eens bestellen. Maar die passen dus precies om dit kussen heen. Dus twee. Ze hadden ook alleen wit. Ze hebben geen andere kleur. Dus dat is op zich wel jammer. Anders had ik misschien wel een ander kleurtje genomen. Maar nou, dat ga ik gewoon proberen. Ik ga ze natuurlijk eerst even wassen voordat ik ze om het kussen heen ga doen. Want als het nieuw is, dan ligt dat nooit zo lekker, vind ik persoonlijk. Dan heb ik deze nog meegenomen. Ik hang hier rokken aan. Ik heb een paar rokken. Zo. Die zijn best wel lang. En die kun je dan dus hier zo mooi aanklemmen. Ik heb hem al een keer eerder gekocht. En ik dacht, oh, ik kom er eigenlijk nog één tekort. Ik ga er nog even eentje meenemen. Want dan kan ik die gewoon weer netjes ophangen. Dat is wel ideaal. Er kunnen dus vier rokken aan. Je kunt er ook broek aan hangen hoor. Dus net wat je wil. Maar voor rokken vind ik dit zelf wel handig. Want ik heb een paar rokken die zijn op... het zijn meer van die kokerrokken, dus die zijn wat langer. Dus het is ideaal om die aan deze op te hangen. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Dan kan ik dat ook weer verder gaan ordenen. Dan heb ik een bakkie. En die kun je inklappen. En dit is eigenlijk vol water. Want kijk. Oh. Kijk, dan heb je gewoon een teltje. Ik heb nog wel eens dat ik mijn keuken nog eventjes wil doen. En dan heb ik al mijn airfryer in het water staan. En dan denk ik, oh ja. Nou had ik eigenlijk nog een sopje nodig gehad voor de keuken. Dan kan ik dit bakje pakken. En dan kan ik daar lekker mijn sopje maken. Ik kan het mijn keukentje doen. En je bergt hem heel makkelijk op omdat je hem dus in kunt klappen. Ja, ik denk, misschien kan je er ook nog wel lekker met je handen in als je zelf een handmaskertje wil geven of zo. Maar dat vond ik wel ideaal. Dus je klapt hem weer zo in. En dat neemt ook heel weinig ruimte in. Dus dat vond ik ideaal. Dus ik dacht, die gaat mee. Want dat komt nog wel eens van pas. Ook wel eens als ik gewoon iets wil schoonmaken. Bijvoorbeeld als ik iets in de slaapkamer of boven, weet je wel. Dan vind ik het soms heel lastig om een hele grote emmer mee te nemen. Dan pak je dit bakje en dat is gewoon net iets makkelijker. Dus ideaal. Dan heb ik nog zo'n zak gekocht. Die heb je al wel vaker bij mij kunnen zien. Hier kun je dus spullen in doen. Ik heb dus nu weer de grote gekocht. Ik bewaar hier mijn flessen in. Ik vind het ideaal om mijn lege flessen hierin op te hangen. Ik heb er boven eentje hangen en die is vrij klein. En ik had er dus een tijdje geleden eentje besteld en die was veel groter. En toen dacht ik, oh, die was eigenlijk ook wel heel handig geweest voor mijn flessen. Dus ik ga hier nu ook boven mijn flessen in opbergen. Want dat is ook zo, dat ligt ook allemaal te vallen. Je kunt hem er gewoon uithalen.
En dan ja, heb je gewoon zo'n zak. Ik zal even een plaatje in beeld neerzetten hoe het eruit ziet. Maar het is gewoon ideaal voor boven weer lekker om mijn flessen op te hangen. Dat heb ik dit dingetje gekocht. En hier kan je je telefoon opzetten. Ja. Misschien dat ik even de iPod kan proberen. Maar je kan deze dus zo neerzetten en dan zet je je telefoon op. Ik zal even de iPod pakken. Als ik in bed lig, wil ik nog wel eens eventjes een YouTube-videootje kijken. En dan moet ik altijd die telefoon zo vasthouden met één hand. Dit is dan de iPod trouwens. En dat is dan zo... Dan krijg je zulke koude vingers als het koud is. En deze kun je dus dan gewoon... Zet je die gewoon zo lekker op je matras neer. Je pakt je telefoontje, of in dit geval de iPod. Die zet je hier dan zo in. Die kun je hier dan zo tegenaan zetten. Dan kun je lekker je filmpje kijken. Misschien hij kan ook hier nog wel tegenaan. Denk ik, maar deze is natuurlijk een beetje klein. Die ligt er ook een beetje aan. Kijk, een hele kleine telefoon wordt lastig. Ik heb zelf een wat grotere telefoon. Die past er dus wel heel handig in. Dus dan kun je heel lekker televisie kijken zonder dat je hem aan hoeft te raken. En dan blijft hij staan. Dus dat vond ik gewoon heel erg ideaal. Dus ik dacht, dat is wel zo'n handige gadget die ik lekker kan gebruiken als ik in bed lig. En nog eventjes een YouTube filmpje of iets wil kijken. Dus dat vond ik ideaal. En dan heb ik als laatste... Kleden. Ik wilde nieuwe kleden hebben voor mijn bank. Ik zit s'avonds altijd onder een kleedje, maar mijn kleden werden heel slecht. Ik heb deze kleden echt al, nou, misschien zijn ze al wel 8 jaar oud of 9 jaar oud. Maar ja, goed, ze gingen nu een beetje kapot en ik vond het ook een beetje een allegaartje bij elkaar. Ik vind het dan mooi als alles een beetje één geheel is. Dus ik dacht, ik ga kleden kopen. Normaal gesproken kosten deze kleden €14,95, als het goed is. Ik had het opgezocht. Eventjes kijken. €14,99 kosten ze normaal. Maar de prijs die je in beeld hebt zien staan, die heb ik ervoor betaald. Want er zat korting op met die IKEA Family Pass. Dus dat was heel fijn. Alleen, ze hadden er maar eentje op voorraad in de winkel. Dus ik heb deze toen bijbesteld. Dus ik heb nu gewoon twee dezelfde kleden. Alleen deze is een beetje uit zijn nux, omdat de hele verpakking al kapot was. Maar ik dacht, nou ja, boeien. Ik wilde er toch heel graag hebben. Maar ik wilde dus graag twee hebben. En ze hadden dus alleen deze. Dus ik dacht, nou, dan bestel ik er gewoon even eentje bij. Gewoon leuke roze kleding. Ik dacht, pas weer leuk bij mijn interieur. En dan heb ik gewoon twee gelijke kleding. Kan ik s'avonds lekker onder zitten. En dan vinden de katten ook lekker. Dus ik heb twee nieuwe kleding. Daar ben ik heel blij mee. Ik moet wel zeggen, het was best wel moeilijk. Want ik had op de site gekeken. En ik had kleding gezien. Ik dacht, oh, die vind ik superleuk. Nou ja, toen kwam ik in de winkel. En toen lagen die kleden daar, die kon je dus ook even vastpakken. En toen dacht ik, oh, ze zijn wel heel klein. Dus toen heb ik die niet genomen. Toen kwam ik deze tegen. Maar ja, deze gingen best wel hard. Ze zijn 1,30 bij 1,70. Dus ik hoop dat ik er helemaal onder pas. Ik ben zelf wel iets langer, maar goed, dat zien we dan wel. Ik ben er in ieder geval heel blij om. En anders kan ik lekker onder twee kleedjes zitten. Dus ik, ben heel blij met mijn nieuwe kleden. Dus die gaan dan ook gezellig in de bak. Het staat ook gelijk weer wat leuker. Dus ik ben er heel erg blij mee. Dan waren dit de aankoopjes die ik dit keer heb gedaan bij de IKEA. Ik ben er in ieder geval weer super blij mee. Ik had ook wel heel veel zin om de producten te gaan gebruiken. Maar ja, omdat ik er dan altijd een shoplog van wil opnemen, denk ik. Nee, eventjes wachten tot de video opgenomen is. En dan kan ik het lekker gaan gebruiken. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik heb nu ook wel heel veel zin om mijn bordenkast weer helemaal om te gaan gooien. Want die moet even helemaal schoongemaakt worden. En dan ga ik deze borden lekker afwassen. En dan gaan ze lekker de kast in. Ik ben blij mijn nieuwe kleden te gaan gebruiken. Dus ja, ik ben er gewoon weer heel blij mee. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik dit keer bij de IKEA heb gekocht. Misschien vond je niks leuk. Dat kan natuurlijk ook, hè. We kunnen niet allemaal hetzelfde zijn. En ik ben benieuwd of jij nog wel eens naar de IKEA gaat. Ik ga niet heel vaak, maar als ik een keer ga, vind ik het echt ultiem genieten. En ja, kom ik toch altijd wel weer met dingen terug. Maar ik moet ook wel zeggen, als ik ga, dan heb ik ook echt wel wat dingen nodig. Ja, ik ben er in ieder geval weer super blij mee. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!